Hallo, ik ga dit keer een ijsje maken omdat het heel warm is buiten. En dit is een ijsje in het oranje. Ik ga hem vandaag maken in het paars. Je hebt 33 paarse nodig, 9 witte en 7 zwarte of bruine voor het stokje. Ik pak mijn loom en de opening moet aan de rechterkant zitten. Oké, ik ga nu beginnen. Ik werk met dubbele elastiekjes. Dus één rechts naar boven en nog één rechts naar boven. Nu ga ik gewoon met twee tegelijk werken. Dus we doen eentje opzij. En dan nog één opzij. Je doet 4 keer opzij. Nu heb ik 3. En de laatste 4. Ik druk alles een klein beetje naar beneden, dat is wat makkelijker. Nu heb ik 4 rijen. Nu ga ik de middelste rij doen. Die ga ik ook 4 rijen doen. Dus gewoon weer opzij. Met dubbele elastiekjes natuurlijk. 1. Die zit een beetje gedraaid. Die doe ik even goed. Twee. Drie. En de laatste 4. Nu gaan we de onderste rij doen. We gaan eerst schuin naar onder. Zo. En dit doen we nog steeds met dubbele elastiekjes. 1. 2. Oh, 1. 2. En de laatste 4. Dat ziet er nu zo uit. Nu gaan we de vanille doen. En dat doen we ook weer met 2 elastiekjes. Dubbel. We doen gewoon aan het eind waar je was gebleven. De bovenste doen we opzij weer. 1 keer. En de middelste doen we opzij. En schiet het telkens af. Die doen we opzij. Die doen we opzij. Zo, dan heb je de vanille klaar. Nu gaan we het stokje doen. Dat doe ik met zwart, maar het zou ook met bruin kunnen. Doen we weer met 2 elastiekjes tegelijk. Doen we hem in het midden opzij. En dan doen we dat 3 keer achter elkaar. Doe dit even naar onder, opzij, en de laatste, even pakken. Opzij, zo. Nu hebben ze allemaal, alle zwarte, nee niet alle, nu hebben we de zwarte opzij gedaan. Nu ga ik een zwarte cap in plaatsen, en dat doe ik op het einde van het stokje, hier. Dat val je 3 keer zo dubbel. 1. Beetje moeilijk met de camera. 1. Ik leg hem even neer. 1 keer erom. Dat doe je met een enkel elastiekje. En 3 keer.
Nu kun je hem er 3 keer op zitten. Maar je kan het ook op je haaknaald doen. Dat zou ik zo laten zien. Dat zou ik zo laten zien bij de witte capband. Ga nu eerst 3 hoekjes maken. Je begint niet hier, maar hier. Je plaatst je 1 driehoekje. Eerst zet je hem zo recht vooruit. En die doe je aan die kant. Zo heb je een driehoekje. Dan ga je het bij de volgende ook doen, tot het einde. 1 driehoekje. Nog een driehoekje. En je zou denken, hier komt een witte. Nee, daar komt ook nog een paarse. En daar komt hier de witte. En die doen we net iets anders. Dan doen we niet 1 kant hierop, maar allebei de kanten. Dus 1, 2, hierop. Zo. En dan plaatsen we de witte capband. Ik zou nu eerst laten zien hoe je capband maakt op de haaknaald. Pak je haaknaald en 1 witte elastiekje. Die doe je 3 keer omheen. 1, 2, 3. Zo. Zie je 3 bandjes. En dan maak je hem open en dan zet je hem er zo op. Zo. Dan heb je eerst de capband en hier gaan we er nog 1 plaatsen. Doe ik weer op mijn haaknaald. Dus 1, 2, 3 keer omheen. Doe je weer met een enkel elastiekje, niet met dubbel. Die plaats je zo op. Zo. Nu hebben we alle elastiekjes geplaatst en dan kunnen we beginnen met haken. Ik begin bij het stokje. Je gaat hierin en schuift de capband aan de kant. Zo. Dus je hebt hem hierin, schuift de capband aan de kant. Dan pak je dat zwarte onderste elastiekjes, dat zijn de 2 schroeven. En die buig je hierover terug naar het zwarte pinnetje. Dan heb je dit. Dan ga je hier weer in. Pak je die 2 elastiekjes. En schuif je terug waar ze begonnen. Zo krijg je een soort druppelvormige druppelvormpjes. En dan ga je hier weer in. Pak die 2 elastiekjes. En doe ze terug. Dat doe je helemaal tot het einde. Zodat je druppelvormige figuurtjes krijgt. Doe je hier weer in, pak je die 2 witte elastiekjes en doet ze er zo op. En dan pak je die paarse, 2 paarse elastiekjes en doet ze op het pinnetje daarvoor. Gaat weer in de paarse. Pak de 2 paarse ringetjes. En doet ze weer terug naar zijn plek. Nu heb je allemaal druppelvormige. Nu hoef ik er nog 2 paarse elastiekjes. Doet ze weer terug erop. Hier weer 2 paarse elastiekjes. Doet ze er terug op. Nu heb je helemaal tot het eind allemaal paarse elastiekjes. En nu gaan we de witte doen. Je gaat met je haaknaald zo. Doe de capband en het driehoekje aan de kant. Het driehoekje mag je niet meenemen. Dan pak je de 2 witte elastiekjes. En die plaats je hierover terug. Dus je moet steeds oppassen dat je de driehoekjes niet meeneemt. Dan ga je hier en dan druk je die driehoek aan de kant. Dat is soms wel wat lastig. Dan pak je die 2 paarse elastiekjes.
doe je er overheen de terug op. Zo. Pas op voor de driehoek. Pak de twee paarse elastiekjes en doet ze er terug op. Pak twee paar, druk de driehoek aan de kant. Twee paarse elastiekjes en dit doe je weer tot eind. Pak, doe de driehoek aan de kant, pak de twee elastiekjes, doe ze zo. Dit is de makkelijke. Die hoef je geen driehoek aan de kant te drukken. En dan druk je hem naar onder, naar de middelste pin. Dus dit moet je niet vergeten, want anders valt je ijsje straks uit elkaar. Nu gaan we de andere kant doen. Dat hebben we ook al bijna klaar. Druk de capband aan de kant. En pak de twee elastiekjes. Soms gaat het een beetje zwaar. Oh, de capband gaat uit elkaar, dus ik doe hem even opnieuw. 1, 2. Zo. Je duwt de capband aan de kant, met de driehoek natuurlijk. En dan pak je de twee elastiekjes. Je duwt de driehoek aan de kant en pak de twee elastiekjes. Dit doe je weer tot het eind. Zo. Je duwt de driehoek aan de kant en pak de twee elastiekjes. Soms gaat het wat lastig. Zo, duwt de driehoek aan de kant, pak de twee elastiekjes en doet ze weer terug op het pinnetje. Duwt de driehoek aan de kant. Zo. Duwt de. En dan moet je opletten dat je die niet weer vergeet, want anders valt je ijs straks uit elkaar. Zo. Nu heb je alles gehaakt. Kijk even dat het er zo uitziet. Allemaal druppelvormige. Als je geen druppeltjes hebt, dan heb je iets verkeerd gedaan. Nu pak je nog één paars elastiekje. Zo. En dan doe je haaknaald hierin dat je al je elastiekjes erin hebt. Je moet je echt alles meenemen. Misschien een beetje zwaar omdat je veel elastiekjes hebt. En dan zet je hier onderdoor een paars elastiekje op je haaknaald. En die zet je op dit pinnetje. En dan neem je dit mee naar boven. Dus dat is soms wel wat lastig. Zo, zodat je hier zo uitkomt. Dan pak je die zet je goed op je haaknaald. Je pakt dat elastiekje, zet die bij je haaknaald erop. En dan pak je het achterste elastiekje. En dan trek je die haal je er vanaf. En die andere trek je rustig aan. Zorg dat die niet knapt. Zodat je nu een knoopje hebt gemaakt. Nou, dan ben je klaar en dan kan je alles erop gaan halen. Ik begin met zwarte, maar het kan ook andersom. Wees voorzichtig en doe het met je haaknaald, want het kan nog aan het knappen. Zo, dan heb je ijsje. Nu zit hij nog in een bolvormig, omdat heb je meestal met als je drie
als je figuurtjes eraf haalt, dan moet je hem even goed kneden, zodat je het zelf leuk vindt. Als je tevreden bent, dan kan je het hangertje, het knoopje, gaan verstoppen. Maar je kan hem ook eraan laten als sleutelhanger. Ik ga nu stoppen om te laten zien hoe je dat doet. Je steekt de haaknaald ergens binnenin, maakt niet uit. Dan zit hij er doorheen, dan pak je dit elastiekje. Maak die hier aan vast. En dan haal je haaknaald hier weer uit. Zo, moet die wel meegenomen worden. Dan haal je er weer uit en dan zit die verstopt. Dan is je ijsje klaar. Ik hoop dat je deze video leuk vindt en dat je er wat aan hebt gehad. Abonneer mijn kanaal en geef deze video een groene duim.